Goedenavond allemaal. Ik wil met jullie een boekstel kaart maken. En ja, deze is voor de kerst en ik wil er weer eentje voor de kerst maken. Met de standaard. En een tasje waar je hem in kan doen. Even weg. Pak ik even mijn scorebord erbij. Even kijken. Dan heb je een... Zo, dat glinst lekker. Een stukje merelkaart nodig van 10,5 bij 7 inch. En je hebt een gekleurd kaartstok nodig van 10 bij 6,5 inch. Dan heb je een wit stuk kaartstok nodig van 9,5 bij 6 inch. En dan heb je nog een stukje nodig. Een designpapieren stukje nodig van 8,5 bij 5,5 inch. En dan deze is voor de achterkant. Deze is 9,5 bij 6,5 inch. Ik ga hem even omdraaien om de schitteren te veel. Maar de middenkaartstok, dus de grootste, die ga je scoren op de lange zijde boven, op de 5 inch en op de 5,5 inch. En dan haal je alle hoekjes eraf, dat die rond wordt, zeg maar. En dan gaan we even omdraaien. Dan de volgende, die doe je dan even spieken op 4 3/4 inch en 5 1/4 inch. En dan haal je ook alle hoeken eraf. Dan kom je bij het witte kaartstok. Dan doe je de 9,5 inch weer boven en de 6 naar beneden, zeg maar. En die scoor je op de 4 3 achtste. En op de 4 7 achtste. En dan heb je nog het kleinere stukje, dat is met de designpapier. Die, ik zal hem even omdraaien. Die score je dan op de 4 inch en op de 4,5 inch. En dat doe je ook alle hoeken eraf knippen of snijden. Deze even weg. En dan beginnen we met de grootste, die houden we gewoon recht. En dan ik doe het normaal op mijn been, maar dat kan nou niet natuurlijk, want dan zie je het niet. Maar dan moet je hem even aan de achterkant doen. En even met een rond iets een beetje bol maken. En dan bij de scoorlijn iets omhoog. Kijk, daar gaat hij al een beetje bol staan. Op het merenkaartstok moet je gebruik maken van rode tape, want anders blijft het niet goed plakken. Kijk, ik krijg het er een beetje moeilijk af altijd. Maar en dan plak je hem, hier heb je zeg maar de twee snijlijnen, de scoorlijnen, en dan moet je hem ongeveer opplakken. Even zo, anders. Plak gelijk al.
Ja. Je kan hem ook een beetje. En dan plak je alleen even het middelste stuk. En deze plak je dan aan de zijkant en laat hem iets bol staan. Dat je echt een beetje dit krijgt, zeg maar. Dan pak je degene die daar op komt, dan ga je hem eerst, misschien makkelijker, eerst een beetje. Misschien dat ik hem dubbel moet leggen, dat het makkelijker gaat. Ik denk net dat je koekjes aan het bakken bent. Of koekdeeg aan het maken bent. En heb ik hier dan ook tape. Maar daar heb ik gewone scoretape voor gebruikt. Want dat blijft gewoon plakken. Maar op die middelkaart is het een beetje. Kijk, heb je een beetje. Dan plak je hem eerst weer in het midden. En dan volg je een beetje de andere lijn. Hij moet niet te dik worden, anders past hij dadelijk niet meer in het doosje. Kijk, deze is al dik zat, dus dan een beetje even goed aanwrijven langs de randjes. Weer een beetje langs de schoollijn. En dan ga ik even. Dan doe je dus in het midden tussen de schoollijn. Doe je wat schoortape. En dan allebei de kanten ook een. Ook wat spoortape. Ja. Even een beetje aanwrijven. Deze gaat er makkelijker af. En dan plak je eerst weer het middenstukje op. Dan heb ik voor aan de binnenkant. Ik weet niet of het vloek, maar nee, dat kan wel. Gewoon een, ja, ik heb gewoon een klein stukje strook. Die doe ik gewoon even met wat lijm. Even goed recht knippen. En die plak je er dan in het midden op. Dan knip je hem aan de onderkant. Knip je hem af. Dan heb ik ook nog een gewoon touwtje gedaan en dan heb ik drie van die belletjes aangeschoven. Dat gaat me nu even niet lukken met mijn hand. En je kan ook, want ik wil er ook een strikje op. Even kijken of het me lukt met die hand.
Alleen dat hij een beetje netjes is. Ja, dan heb ik mijn lijmpjes natuurlijk te laat aangezet, maar dat maakt niet uit. Die plak je dadelijk met een beetje warme lijm, want dan blijft het gelijk zitten. Plakken we hem hierop en dan een strikje eroverheen. Nou, dan wacht ik even totdat hij warm is. Dan heb je dat laatste stukje, heb ik nog een stukje dit kaartstok opgeplakt. En die is, even kijken, 3,5 inch. Bij 5,5 inch, hier kan je dan wat opschrijven en die doe je dan met wat nattere lijm op de achterkant plakken. Dan kan je daar wat opschrijven en dan heb je gelijk een mooie achterkant. Dan haal ik deze even af. En dan kan je zelf kijken welke kant je het mooiste vindt om wat op te schrijven. Dan is de achterkant ook gelijk afgewerkt. Ik zag trouwens nog een hele leuke tip. Ik heb gewoon een bakje en dan heb ik een keukenrolletje in gedaan. En die maak ik een beetje nat. Een beetje nat. En dan als je de glitterlijm hebt, die kan je dan gewoon zo op zijn kop erin zetten. Ik heb het al vanmiddag geprobeerd, het werkt nog ook. En dan hoef je niet elke keer het kopspeldje eruit te halen. Dus we gaan die even zo daar neer. Dan hoef ik de ballonpistool. Oh, echt. Ik ben niet blond hoor, maar ik vergeet het knopje aan te zetten. Maar geen probleem. Dan gaan we even verder met wat anders. Dan wil ik met jullie vast de standaard gaan maken. Dan heb je een dubbelgevouwen, best wel dikke kaartstok nodig. Van 10 inch bij 7 inch. En die scoor je dan op de 5 inch. En dan aan de bovenkant teken je een halve inch af. En dan zet je een puntje. Aan de onderkant zet je hem op 2 inch, zet je een klein streepje. En op 3,5 inch zet je een klein streepje. En op de 2 inch, dan ga je 1 inch naar boven toe. En dan zet je ook weer een klein streepje. En op de 3,5 inch ga je 1,5 inch naar boven toe. En dan ga je van de halve inch naar de bovenste. Ga je streepje zetten. Ja. Dan ga je van dit punt naar dit punt. En van dit punt ga je weer naar de 3,5 inch. Dan pak je je schaar erbij. Dit moet je dan wel aan de binnenkant doen, zeg maar. Dan pak je de schaar erbij.
kan het eventueel nog uitgommen. Het is een simpele standaard, maar het werkt wel. Nou, dan heb je twee gekleurde A4 velletjes nodig. Even de ruimte maken. En dan ga je aan de lange kant, ga je aan drie kanten, ga je scoren op een halve inch. Dus één lange kant en twee korte kanten. En dat doe je dus bij allebei. En dan ga je bij de eerste, ga je dat kleine hoekje, ga je inknippen en je doet er een heel klein veetje uithalen. En dat doe je aan de andere kant ook. En bij de volgende haal je precies dat kleine vierkantje eraf. Dus je hebt er eentje waar het hele vierkantje afgaat. En je hebt er eentje waar dit stukje blijft zitten, waar een heel klein veetje uit is. Dan pak je je scorebeen erbij. En dan ga je alles even vouwen. Ja, ik zag die tip van die lijm op internet ergens. Ik weet nog geen eens waar, op YouTube of weet ik zo. Ik denk, nou, ik ga het eens uitproberen. Want je zit elke keer met dat speldje te klungelen, zeg maar. Maar ik heb het vanmiddag uitgeprobeerd en dit werkt gewoon. Op de kant waar je die hoekjes, zeg maar, doet, die doe je rondom wat je gescoord hebt met rode tape. En dan haal je aan de bovenkant een flinterdun, echt maar een heel klein stukje af. Dat is mooi voor de afwerking, zeg maar. En doe je bij de andere ook, gewoon een heel flinterdun. Je ziet hem amper. Even kijken. Yes, ik krijg het er gelijk af. Dat is heel fijn. Even kijken wat het makkelijkste is. Ik denk dat dit gewoon het makkelijkste is. Tegen elkaar. Goed aandrukken. En dit had ik ook met lijm kunnen doen. Dat pak ik even. Oh, die heb ik dus even lekker verkeerd opgeplakt, maar dat maakt niet uit. Even beet houden, dat je goed vast zit. Hij wil niet.
Dit had ik gewoon zo moeten plakken. Even kijken of ik hem nog los kan halen, want ik maak een nieuwe zootje van. Ja. Mijn rode tape werkt niet meer, dus dan doe ik gewoon even. Tafel zit ook een beetje vol. Maak een lekker zootje ervan. Maar de aanhoudende wind. Dan zit hij dus goed. Dan plak je dus aan de buitenkant. Plak je hem vast. Hij wil niet. Dat doe je ook aan de andere kant. Hij heeft echt geen zin vandaag. Goed beet houden. En dan halen we de rode tape los. Zo weer een dubbel. En op. Plak je hem vast en dat doe je ook met de andere kant. Als de tape los wil komen. Nee. Vandaag eigenwijze tape. Maakt niet uit, we hebben lijm. Daar gaat het ook mee. En gelijk dit randje ook, want die heb ik weer losgelaten. En doe hetzelfde aan de andere kant. Even goed aanwrijven. Nou, mijn lijmpistool zal nou wel warm zijn. Ik ga even de stukken eruit. Doe je een heel klein beetje aan de bovenkant. Kijk uit naar je vingers, want die lijm is warm. En dan kan je daarna gelijk een strikje erop doen. Dan heb ik even een stukje. En dan heb je met een belletje. Ik ga deze er zo daar neer. Dan kan je aan de ene kant
kan je een tekst doen en aan de andere kant een plaatje. En dan had ik zo zitten. Denk, ik wilde toch wat anders. Ik denk, ik zag deze snijman. Dat is van Hartzout. Dat is de spieker. De Cottage Window en Hydrelia of zoiets. Ik denk, nou, dan wil ik er een schutkaartje mee maken. Dus ik heb er twee uitgesneden. En die heb ik gekleurd. Even een wit folietje eronder doen. Die heb ik gekleurd met koffie van Archival inkt. En ik doe eerst gewoon een beetje kleur en hier en daar doe je een donker plekje, dus dan druk je daar iets harder op, zeg maar. Ik heb hem natuurlijk wel eens uitgesneden. Ik heb hem natuurlijk eerst gestempeld. En dan leg je deze snijmal erop. En je legt deze snijmal erop. Dan plak je hem even met paarse tape vast. Dat is hele, ja, die niet echt plak. En dan haal je hem zo door de snijmachine heen. En dan krijg je echt, ja, raampjes die echt open zijn. Maar ik dacht dus, ik zag hem, dus ik denk, weet je wat? Ik wil er een schutkaartje van maken. Ik denk, de kerst is toch altijd, ja, vrolijk. En dus ik ga het gewoon proberen. Proberen niet de speldjes te raken, want die wil ik donkergroen maken. Die een beetje raken. Ik ga er altijd wat glitter op doen. En die moet je dan twee keer uitsnijden. Even de luikjes nog wat donkerder maken. En dan heb ik met de Archival English Ivy, dat is echt een beetje een kerstkleur. Doe ik dan de speldjes. En de andere kant doe je dan alleen de bordjes en niet het raam zelf en de achterkant. Omdat je hem dan, zeg maar, zo opplakt en dan komen die luikjes een beetje omhoog, dus dan is dit ook bruin. Dan pak ik een stukje mica, dat is doorzichtig plastic. Hier heb ik hem al opgeplakt met dubbelzijdig tape. En dat doe ik op deze wijze. Ik doe hem ervoor houden en dan laat ik hem iets, knip ik hem iets kleiner. Dat is een beetje moeilijk te zien, want het is doorzichtig, maar je moet hem iets kleiner dan het plaatje maken, zeg maar. En dan is die aan de onderkant iets langer, maar dat maakt niet uit. Dat is makkelijker knippen. Dus dan is die iets kleiner, maar hij past wel goed
dat er geen schutspul eruit kan komen. Dan heb ik een stukje waxpapier. Knip ik gewoon een stukje af. En op de gladde kant doe ik gewoon wat tape. En dan kan je een beetje dunne strookjes maken. Want het raampje is veel smaller, zeg maar. Dan kan je hem ook aan het randje kunnen plakken. En dan kan je het er zo weer afhalen. En dan ga je rondom. Je kan hele kleine foutjes erin maken, dat kan. Als je het maar wel goed aandrukt. Ik weet niet of het te zien is. Er zitten hele kleine foutjes in, maar als je dat een beetje plat maakt. Dan haal je deze er alvast af. En dan ga je hier een stukje over het waar er al tape op zit, zeg maar. Dat de tape wel goed doorloopt. Dan wordt het iets dikker, maar dat merk je bijna niet. En aan de onderkant plak ik er ook weer ietsjes omheen. Nou is het ietsjes te kort, dus ik moet een heel klein stukje erbij doen. Even de lijn van mijn vinger. En doe ik weer een stukje op de gladde kant van het waxpapier. En dan wel netjes langs het randje. Werkt perfect. Dan krijg ik het er altijd af. Zo. Je moet zeker weten dat het helemaal dicht zit. Want als je de schutspul opdoet, dan gaat alles eruit. En dan moet ik even kijken waar ik mijn randje gelaten heb. Daar. En die plak je er dan zo goed mogelijk op. Even goed aandrukken. Nou heb ik hier, ik ben even kwijt hoe dat heet. Zo'n antistatisch dingetje. Als je dan een randje hebt, doe dat er even langs, maar plak het niet meer. Kijk, nou, als je precies een klein lijmrandje hebt, dan blijft hij niet plakken. Dan ga je hetzelfde doen met 3D tape. Ik haal dit er even af. Doe je ook weer op de gladde kant van het waxpapier, knip je een stukje af. Je plakt het erop en je kan kleine randjes maken. En hier zit dan het ruitje in. En dan ga je weer langs het raampje. Dit kan je ook weer heel goed buigen, omdat het niet zo breed is, zeg maar. Dus even een gepriegel. Knip er nog een klein randje af. Wel goed aan elkaar sluiten, dat hij goed dicht zit. Anders gaat hij lekker.
Dus hij zit nu rondom met de 3D tape. En nog een stukje afknippen. Even een beetje goed aandrukken. Dan de tape eraf halen. En dan kan je heel voorzichtig, als ik mijn doosje open krijg, dus aan allebei de kanten heb je de mica zitten, want anders gaat het er alsnog af. Dan gaan we heel voorzichtig. We maken er gewoon een lekker vrolijk kistje van. Oh jee. En dan leg je hem er zo goed mogelijk op. En dan heb je een klein schutkaartje. Dan kan je de deurtjes kan je een beetje met lijm doen. En dan kan je een beetje scheef houden. En dan moet je hem wel op een dit velletje plakken, want dat is mooier denk ik. Dat leg je dan hoe groot je hem wel deze is. Even kijken. 3,5 bij 3,5. Dan past hij hier precies mooi op. Je kan hem ook rond maken, maar ik vond dit wel leuk. Want dan kan ik er nog een takje of iets dergelijks op doen. Dan ga ik deze even, mijn glitter dicht maken. Dan weet ik het wel. Ja, is een keer wat anders. Dan ga ik deze toch maar even vastzetten met wat scoretape en een beetje lijm. Ik hoop dat het op het glitterpapier blijft plakken, maar dat merken we snel wel. Twee stukjes. Zo. Doe ik er dadelijk nog wat extra lijm op voor de zekerheid. Hopelijk blijft hij dan plakken. Ja, hij ziet er goed uit. En ik denk dat ik hem gaan we weer een beetje zitten klungelen, maar dat maakt niet uit. Ik heb hier wat dunne 3D tape. Dat is weer een stukje gladder. Op de gladde kant plakken, want anders laat hij alsnog los. Ga ik hem alleen vastplakken op het raampje zelf, zeg maar. Oh. Zo. Je
kan je gewoon een paar stukjes doen als je maar een beetje blijft zitten. Maar dit werkt fantastisch. Je moet het wel op de gladde kant plakken. Hier twee kleine stukjes. Dan wordt hij ook niet zo dik, want dit is 2 mm 3D tape. Nou, je kan ook 3 mm wat je in huis hebt. Ja, dat waxpapier is fantastisch. Want af en toe heb je net kleinere strookjes nodig. Laat hem even een beetje. Ja, een beetje in het midden. Zo. Kijk, dan heb je niet alleen een boek met een belletje, maar ook met een schutkaart. Dan kunnen we aan de andere kant. Oh, ik ga hem trouwens eerst versieren. Ik heb al helemaal lekker gevoel. En jullie zouden wel denken, ik spoor niet, dat klopt. Maar ik zag vanmiddag de tulpen. Ik denk, nou, waarom niet? Die kan je toch ook kerst mee maken? Dus ik heb het, ik zal even wat opbergen. Dus ik heb van de Tulip Card Advance, ik denk nou dat hek is wel heel gaaf en een bloemetje ervoor. Dus ik ga even. Even mijn stempel ding pakken. Even goed aandrukken. Nou, even het opruimen, want anders kan ik er niet bij. Ik denk, nou, dat hek wil ik wat bruin hebben, dat is wel leuk. En voor de tulpjes. Ik had ze wat eend moeten pakken, maar die heb ik dus niet, dus het wordt groene eend. Het is toch kerst. Even mijn stempel schoonmaken. Met mijn Sammy doekje. Ziet er niet uit, maar hij werkt nog steeds perfect. Ja, ik zag de tulpen. Ik denk, waarom ga ik daar geen kersttulpjes van maken? Dat kan toch? Omdat het best wel klein is, ga ik ze eerst even kleuren. En dan doe ik weer met de English Ivy.
Met echt kust, ja, kerstkleur. En dan ga ik over de steeltjes heen. En over de bladeren. Het ziet er nog niet uit, maar het komt goed hoor. Dan pak ik van Archival de plum en de Carnation Red. En dan doe ik de onderkant een beetje met donker. Even zo, dan kan ik het zelf makkelijk zien. Hij komt er nou helemaal op, maar dat maakt niet uit, want die andere kan je er gewoon overheen gooien. Ik vind dit ook zo'n mooie kerstkleur. Heb je echt een beetje dat warme rode gloed eroverheen. Een kleine blaadje, een beetje voorzichtig. En dat doe ik met de koffiekleur. Doe ik heel lichtjes het hek. En een beetje hier en daar een donker plekje. Maar dit werkt makkelijker dan dat je het eerst uitsnijdt, zeg maar. Anders blijf je misschien overal hangen. Nou, dan doe ik hier een beetje donker. Gewoon wat je zelf wil. Nou. Nog een hele goed erop. Zo. Heb je nog een stukje tape. Voor de bloemetjes. Zo. En dan duik ik hem even tussen de platen en dan ga ik hem uitsnijden. En ga je die maken. Ik moet nog even een stukje papier erbij doen. Ik heb niet zo goed uitgesneden. Mijn platen zijn kijk, een beetje op aan het raken. Draaien hem gewoon even om. Leggen we de sim erop. Een stukje. En dan snij je hem nog een keer uit. Nou, doorgesneden is. Dit kan je weer voor het volgende iets gebruiken.
Dat komt ook zo goed. Dit kan je gewoon weer gebruiken voor de volgende. Dat kan je een paar keer gebruiken voordat ik weg moet gooien. En heb ik natuurlijk niet met drukpen. Ik moet het even op de Hollandse manier doen. Even het een en ander opbergen, anders kan ik er niet meer bij. De kerst betekent natuurlijk ook met glitters. Dus ik heb er natuurlijk al een aantal voorbereid. Maar dan heb ik de Tiki Ben Dry Gel Medium. Je kan het ook met gewone lijm doen. Maar deze gaat zo lekker glimmen. En dat doe ik gewoon een beetje uit het potje halen. En ik dep hem een beetje af. En dan ga ik over de bloemetjes heen. En dan schuif ik hem gewoon lekker door de glitter heen. Even afkloppen. Is dat kistje of is dat kist? Moet je kijken wat gaaf. Kom je toch al helemaal in de kist weer. Nou, dit heb ik dus ook gedaan. Want ik weet niet zeker of ik hem wilde gebruiken. Met de Cottage Treescapes. Dat is een hele gave boom. Even kijken waar ik het voorbeeldje heb. Oh, hier. Dat is een hele gave boom. Vind ik zelf. En er zitten dan 4 verschillende soorten takjes in. En dan heb ik... Even kijken wat ik hem gelaten heb. Oh, hier. Kijk. Je zou er ook rode besjes in kunnen doen. Ik heb deze takjes, dat zijn deze. Maar je kan ook andere takjes, maar ik vond deze wel een beetje kersenachtig. Maar als je een beetje met rood erbij doet, is het ook hartstikke gaaf. Even mijn potje dicht doen. En mijn glitter dicht. En ik heb ook nog, even kijken waar ze staan, van de Tulp Boutique heb ik die bloemetjes gedaan. Ook met glitter erop en ook met plum. En de Carnation Rood. En ik heb ook een vaas, ook een beetje glitter. Ik weet niet of ik het gebruik, maar... Ik denk, ik doe gewoon een beetje van alles wat. Maar dit is wel leuk, want die boom die ga je gewoon... Weer lichtjes bruin kleuren. En dan doe je sommige stukjes donkerder, sommige stukjes doe je weer lichter, waar je zelf het mooiste vindt. Kijk, dan krijg je ook een beetje die randjes zo. Dan kan je ook nog met de sepia van Archibald Ink, dat is weer een iets bruinere kleur. Kijk, je kan ook een beetje mengen zo.
krijg je echt zo'n warme boom. Zo'n warme boomkleur. Je kan hem zelfs donkerder maken of lichter, wat je zelf het mooiste vindt. En heb ik met deze dus hetzelfde gedaan. Oh, hij zit nog een beetje op. Gewoon een beetje deppen. En je haalt hem door je glitter heen. En dan kan je hem gewoon hier en daar opplakken. Kan je gewoon met deze lijm doen. Nou, dat is wel helemaal gaaf. Dus even kijken of de doos zelf moet je ook nog een, nou ja, moet, kan je ook nog een papiertje doen. En deze is 9,5 bij 6,5. Kijk, daar heb je gelijk een mooie voorkant. Die doe ik gewoon een beetje met natte lijm afplakken. Groter maken, kleiner maken, waar je zelf wil. Ja. Nou ben ik dus niet zo slim bezig geweest, want ik heb mijn gaatjes dan niet, maar dat maakt niet uit. Ik kan ook een puntje van de schaar doen. Ik doe even dubbel, want het lintje moet er doorheen. Ik weet niet of die zo past, maar we gaan het gewoon proberen. Ongeveer. Die ben ik dus vergeten te pakken. Dan heb ik gewoon een klein stukje lint, wat je zelf het leukste vindt. Of je lang lint wil, of een kort lint. Even kijken of dit er nou... Ja, hij gaat er doorheen. Je maakt aan de binnenkant gewoon een dubbel knoopje. Ja, gewoon. Knip je het stukje eraf. Vouw je het weer een beetje rond om te kijken. Leg je er weer een dubbele knoop in. Dan weet je zeker dat hij blijft zitten. Je kan hem langer maken en korter maken. Begin even een beetje dubbel vouwen. Bij de tweede een beetje kijken dat je ongeveer
gelijk zet. Kijk, ik kom het ook wel eruit. Een beetje aan het kleuren. Zo ongeveer een beetje gelijk en dan. Maak hier knoopjes strakker. Even een stukje afknippen. En dan heb je al een tasje, maar je moet hem natuurlijk nog kunnen sluiten. Dus ik heb nog een klein stukje ergens. Ja. En deze is 5 bij 2 inch. En dan doe je aan twee kanten doe je ook een hoekje afsnijden. En dan pak je een klittenbandje. Je moet ongeveer, oh, ik zal hem eerst hier op plakken, dan weet je zeker dat je goed zit. Ja. Dan wel aan de onderkant. Gaan we eerst bij jou hoe je hem wil, zeg maar. Ik denk, nou, dit is wel hele mooie. En dan ga je hem heel voorzichtig een beetje omvouwen. Mooi zachtjes. En doe je aan de achterkant doe je wat lijm. Deze moet je af en toe wel nat spuiten dan. Zo. Hoppa. Een beetje recht. En dan plak je de andere kant van het klittenbandje. Plak je op deze. En even goed aandrukken. Even heel voorzichtig openmaken. Kijk. Dan wilde ik nog even een beetje opruimen. Ik wilde eigenlijk nog een tekst erop. Dit is een siliconen stempel, dus dan moet je hem ook iets dunner maken. Even kijken. Even kijken. Ai, daar zijn we nog eventjes. Dit even een stukje. Dit doe ik dan met embossingpapier, met embossing inkt. Dat moet je wel blijven plakken, dat is wel makkelijker. Oh, die klittenband heb ik bij de A gekocht, volgens mij. Bij de winkel met de A. Dit is een beetje moeilijk te zien, want het is doorzichtig. Maar dat komt dadelijk goed. Even goed aandrukken. Ik heb een beetje weinig plek. Ik heb vast er wel rommel gemaakt.
af en toe moet je twee keer doen, af en toe moet je drie keer doen. Ja. Hij pakt niet heel de stempel op een of andere zware wijze. Nou, ga ik even wat anders proberen, dat heb je wel eens. Dat de stempel niet helemaal plat. Dan ga ik gewoon een papiertje onder leggen. Ook langs de rand. Dat hij helemaal gelijk zit. Kijken of hij het nou doet. Nee. Dan gaan we gewoon nog een velletje erbij doen. En anders hebben we alleen de Christmas. Ja, af en toe heb je van die rare stempels. Nou. Ik wil wat anders proberen. Ik ga dan gewoon op een plat plaatje plakken. Dan draai ik hem even om. Kijken of hij het dan wel wil doen. Oké, heel goed. Sommige pakken gewoon niet. We gaan het gewoon proberen. Gewoon een eigenwijze stempel, maar dat maakt niet uit. Even kijken waar ik nog een plekje heb. En dan wil ik er... Oh, ik had eigenlijk eerst met een doekje eroverheen moeten doen, maar dat is nu een beetje te laat. Het is een antistatisch doekje. Maar dan ga ik er met groene embossingpoeier overheen. En dan heb ik hier even mijn poeier wegzetten. En die ga ik dan verwarmen. Dat duurt even. En kijk, hij zit er een heel glans gaat het helemaal glanzen. Dan pak ik mijn snijmachine erbij. Ik doe hem eerst even een stukje kleiner. En dan kijk ik hoeveel plek ik nog heb. En dan snij ik hem nog een stuk kleiner. Het is een beetje een grote stempel.
Ja, die gaat precies. Dan pak ik. Dan doe ik hem heel lichtjes een beetje een ronding maken. En dan doe ik er nog wat. Ja, 3D tape. Nou, zo is het wel leuk. En dan ga ik met de lijm ga ik de roosjes een beetje insmeren. Even vasthouden. Ik moet wel een stevige bakje hebben, geloof ik. En hier zit dan ook gelukkig op. Dan kan je hier een beetje. Je kan ook wat afscheuren, dat je kleine stukjes krijgt. En dan zou je ook nog met wat rode besjes of wat dan ook kunnen doen. Ja, die ben ik dus vergeten te pakken. Dan ga ik hier ook nog wel. Ik wil even eentje met glitter pakken. Ja, dat is goed. Die zitten allemaal zonder glitter, maakt niet uit. Doe ik nog wat glitter op. Doe ik er gelijk even nog eentje. Glinst zo lekker. Doe er gewoon een tulpje bij. Ik heb er wat glitterpapier op gedaan. Dat was niet zo slim, geloof ik. Dus dan moet je het even lang vasthouden, denk ik. Dus jullie zien, de tulpjes kunnen er ook gewoon bij. Die kan je het hele jaar door gebruiken. Dan is dit het boekje. Even een beetje recht zetten. Kijk, en blijft hij staan. Maar dan moeten we natuurlijk even het tasje nog doen. Dan zet ik hem nog even. Dan moeten we natuurlijk ook nog een beetje versieren.
Ah, die boom lijkt me wel leuk. Dan ga ik nog een stukje. Even kijken of de boom past. Nee, ik moet iets groter. Dan hou ik de boom even bij mijn snijmachine. En dan even kijken wat mooi is. Oh, dit wordt te groot zo. Heb ik nog iets? Een klein stukje eraf nog. Nou, super. Laten we kijken of het zo blijft plakken. En dan moet ik een beetje lijm bij doen. Of tape. Nou, weer hier lekker wat. Lijm. Je kan natuurlijk het, de takjes nog dikker maken, waar je zelf leuk vindt. Zou het leuk zijn? Wat denken jullie? Lukt er een beetje voor? Ja, moet kunnen toch? Wat 3D tape. En dan doe ik nog even een stukje. Dat is nog een stukje. Je doet het op de gladde kant. De andere kant werkt niet lekker. Dan moet je plakken. Ik heb een stukje af. Als je een snijmal hebt met hele kleine dingetjes, dan kan je ook dit papier gebruiken. Dan gaat het er makkelijker uit. Dan gaan we weer de strookjes snijden, knippen die je wil. En je kunt natuurlijk ook weer, pak ik even deze lijn, je kan een beetje op je sponsje doen. Het is tenslotte kerst. En dan doe je gewoon een heel klein beetje zo. Kijk, er zit er helemaal een vijf minuutje in. Nou, dan ga ik hier nog een beetje lijm op doen. Goed aandrukken. Je zou hier ook nog een stukje rood karton achter kunnen doen, dus wat je zelf het leukste vindt. Nee, die wordt te. Nou, dan kan je openmaken. Ja.
Even kijken of die past met de... En dan doe je... En dan heb je een leuke tas. Je kan er ook een naam op schrijven. Dat is wat je zelf leuk vindt. Dus ik hoop dat jullie het een leuke lijst gevonden hebben. Ik heb er wel een rommeltje van gemaakt, maar dat maakt niet uit. Nou, tot de volgende keer. Groetjes.